Ecomet is niet enkel het traceren, maar met gebruik maken van de andere databases data gaan ophalen. En daar zijn we uniek in, omdat we de enige zijn die al die data verzameld heeft in allemaal met elkaar gekoppelde databases. Zodoende dat we zowel de budgettering, de financiële verantwoordelijkheid van de gebruiker, de dokter, van de directie, maar ook naar de overheid kunnen zeggen van kijk, dit is hetgeen wat we eigenlijk voor een patiënt hebben. We hebben dus beslist om Stemato te gebruiken, omdat het een volledig systeem is waar je eigenlijk veel meer kunt mee doen dan alleen het registreren van implantaten. Het koppelt de volledige informatie van de implantaten aan de patiënt in een grote database. En door gebruik te maken van die database kunnen wij dus ook de implantaten die gebruikt werden bij een patiënt koppelen en zo ook eigenlijk een goede registratie doen van het materiaal en implantaten. Ecomet behoort tot de Eco-familie. Eco betekent, waar het ontstaan is 21 jaar geleden, elektronisch en compleet. Het MET-verhaal is medical tracing. Zodoende dat alles getraceerd kan worden, wat zowel implantaat, maar alle medische hulpmiddelen die maar in voorkomen. Dus vandaar die Ecomet-familie is een verzamelnaam voor een kwalitatieve zorg en alle data die je daarvoor nodig hebt. Vooral de financiële rapporten zijn belangrijk op dit moment, omdat eigenlijk bij opstart het scannen van implantaten belangrijk was en het steriel materiaal. Maar nu dat we toch wel al wat gegevens hebben, gaan we daarmee verder kunnen en kunnen wij daar rapporten van maken. En ik denk dat dat in de toekomst toch nog wel wat uitgebreid gaat worden en dat dat toch belangrijk is voor een ziekenhuis om automatisch dat te kunnen doen met de gegevens die dan geregistreerd worden.